de pannenkoekendag gaan we natuurlijk pannenkoeken bakken. Wat heb je nodig? Je gebruiksaanwijzing van Villa Feest. Een schort. Je kommen. Zelfrijzend bakmeel. Bloem. Melk. Je mixer. Een lepel. Een pannenkoekenmes. Vanillesuiker. Een ei. Een maatbeker. Een weegschaal. De pan en olie om je pan in te vetten. We beginnen met alles af te wegen. Eerst de 65 gram zelfrijzend bakmeel. Dan de 60 gram bloem. Milliliter melk. Dan pak je je twee kommen. Je doet de bloem en de zelfrijzend bakmeel gewoon even in één kom. Dan heb je de andere namelijk weer over om je ei in te doen. Daar doe je je melk bij. Dat mix je even kort met je handmixer door elkaar. Dan doe je daar de helft van je zakje vanillesuiker bij. Dan pak je je mengsel van je bloem en je zelfrijzend bakmeel en gewoon blijven mixen en lepel voor lepel. Voeg je het aan je beslag toe. Mix net zo lang door tot je geen klontjes meer hebt. Daarna kan je je maatkan weer gebruiken om de mix in over te gieten. Dat giet wat makkelijker in je pan. Zet de pan op je kookplaat. En zet hem aan op een behoorlijk hoge stand. Dan doe je een scheutje zonnebloemolie in je pan. Dit laat je even heel goed warm worden. Wanneer je olie goed heet is, verdeel je dit over je pan. Voorzichtig je pannenkoekenmix erbij gieten. Niet te veel en goed verdelen over de bodem. Wanneer je beslag droog is aan de bovenkant en je pannenkoek makkelijk los wil, is het tijd om hem om te draaien. Even geduld en af en toe even op de onderkant kijken. Wanneer ook die mooi goudbruin is, is je pannenkoek klaar en leg je hem op je bord. Bij je pakketje vind je ook een kleurplaat. Als je deze nou inkleurt en lamineert, heb je een placemat. Dit maakt het extra feestelijk.